De melkcentrale heeft de prijzen van haar producten opnieuw verhoogd. De aanpassing gaat in per maandag 1 augustus. Dit zegt het bedrijf in een vandaag uitgegeven persbericht. Zo kost een liter volle, halfvolle of magere melk in de plastic verpakking 5 SRD 75 cent. Tot en met zondag is de prijs voor een liter melk nog 4 SRD 95 cent. Een verhoging van 80 SRD cent dus. Als reden voor prijsaanpassing geeft de melkcentrale aan dat de prijzen van grondstoffen, nutsvoorzieningen en transport in de afgelopen periode vanwege de wisselkoersontwikkeling verder zijn gestegen. Dit leidt ertoe dat de melkfabrikant geconfronteerd wordt met prijsverhogingen van grond, hulp en verpakkingskosten. De melkcentrale heeft vanwege haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en ter stimulering en behoud van de melkveesector besloten om per 1 augustus ook de opkoopprijs van rauwe melk te verhogen. De melkcentrale benadrukt in het persbericht dat zij geen subsidie ontvangt van de overheid en dat voor zeker 10 jaren het bedrijf het moet doen zonder enige vorm van subsidie van de overheid. Het is daarom dat het parastataal melkbedrijf met ingang van maandag de prijsaanpassing doorvoert en wel voor het geheel product assortiment. Daarbij is getracht de prijzen betaalbaar te houden voor de samenleving.